Dekades lang het dieselopwekkers Robben Eiland van kracht voorzien. Dankzij die gevorderde zonkrachtstelsel zal die dieselopwekker slechts saans een paar uur lang gebruikt worden, maar dit zal hoofdzakelijk als rugsteenstelsel dienen. Ons praat van 75% van die diesel wat gespaard wordt. Hulle gebruik rofweg 600.000 liter per jaar. So die hoeveelheid diesel wat gespaard wordt is baie, en dan zit ook die dienst wat op die diesel generators gedoen moet word, as ook om die diesel naar die eiland toe te bring, is ook baie ook een hoë koste. Die nieuwe zonkrachtaanleg bestaan uit sowat 1920 zonkrachtmodules wat jaarlijks sowat 1 miljoen kilowattuur kan opwek. Dit is die helft van die eilandse algehele krachtverbruik. The biggest consumer is the desalination plant, and I think after that it should be probably the harbour as a single consumer, and then the 100 permanent residents, or roughly 100 permanent residents on the island, obviously also contribute quite a lot. Dit kost 25 miljoen rand, wat die departement van toerisme oor 5 jaar moet afbetaal. Dit sal miljoenen aan diesel en vervoerkosten spaar, en laat boonop een veel kleiner koolstofvoetspoor. Daar wordt beraamd dat die nieuwe stelsel een leeftijd van sowat 25 jaar zal hebben. Percy Wiljang, Eunice, Robben Eiland.